Hey allemaal, welkom bij deze, zo'n beetje de laatste video voor de voorshooter. Jullie hebben de hele periode hard gewerkt aan jullie eigen level te bouwen, jullie eigen assets erin te zetten. Jullie hebben een eigen boog, eigen target, eigen pijl, level gebouwd, misschien nog wat extra assets erin. En nu is het moment dat we hem gaan bouwen als een echte game. En dat klinkt veel spannender dan het is, maar we moeten wel even een paar stapjes doorlopen in Unity om ervoor te zorgen dat we kunnen gaan bouwen. En ik ga jullie even laten zien hoe we dat doen. Dus als je deze stapjes volgt en je hebt alle video's tot nu toe meegekeken en goed opgelet in de les, dan zou dat geen issue moeten zijn met het aan elkaar rijgen van deze stapjes om een werkende game te krijgen. Als jullie het je goed herinneren, hebben we een foreshooter scène. Dus die van mij is nu nog de test scène. Maar als het goed is, hebben jullie daar een heel level. Ik zal even overwisselen naar de VS die jullie misschien al in de les hebben gezien. Wat ik had gemaakt met het hele level erin. Dus jullie hebben dadelijk ook een soort van foreshooter. Met een leuk leveltje waar jullie doorheen kunnen. En we willen hem gaan bouwen. Zodat we hier ook echt gewoon lekker in kunnen gaan spelen. Alright? En hoe doen we dat dan? Dat doen we door. Ga ik even terug naar het testprojectje. Door ervoor te zorgen dat we dan en zowel onze level. Met de player erin en de level dat we gebouwd hebben. En ons menu. Ik zal hem even saven. Dat we die allebei meebouwen. Dus mijn menu is leeg. Jullie hebben een mooi menu gemaakt natuurlijk. Die willen we allebei gaan bouwen. Zodat we de game kunnen spelen. Dan als ik nu op play druk. En ik... gebeurt er helemaal niks. Ik krijg ook een error. Ik kan het level helemaal niet vinden. Dus wat gaan we doen? We gaan naar file. Build settings. Dan krijgen we dit pop-up menu'tje. En hier staat scènes die we gaan bouwen. Sample scene. En verder niks. Dus hij gaat nu de sample scène bouwen. Nou, dat is niet de scène die we eigenlijk willen hebben. Dus we gaan even onze menu erbij doen. Dus ik zit nu in het menu. Add open scenes menu. Dan kan ik deze rechtermuisknop remove doen. Want die sample scene hebben we niet nodig. Dan gaan we even naar de foreshooter scene. Kunnen we gewoon op dubbel klikken. En dan kunnen we ook hiermee add open scenes. Dus nu heb ik het menu en de foreshooter toegevoegd om te gaan bouwen. Dus als ik nu terug ga naar het menu. En ik druk op play. Dan staat dit schermpje lekker in de weg. Druk op start. Dan laat hij daadwerkelijk ook het level in. En als ik nu op escape druk en ga terug naar het menu. Gaan we ook mooi terug. Dus dat werkt. Stap 1. Menu en foreshooter toevoegen. 2 is te bepalen waar we willen bouwen. Dus op dit moment hier links kunnen we allemaal verbouwen. Nou, we hebben geen PlayStation en Android en wat soort dingen. We gaan gewoon voor Windows bouwen. Windows. Dit staat allemaal eigenlijk helemaal prima. En dit is zo simpel als gewoon op beeld te klikken. En dan gaat hij ergens, mag je hem op gaan slaan. Dus ik kies voor mijn foreshooter en dan kunnen we daarin gaan bouwen. En dat gaat vrij vlot. Voordat we dat doen, laat ik jullie even één dingetje zien. Hier linksonder staat Player Settings. Als we daarop klikken, krijgen we een extra menu. En dan krijgen we hier, links staat een hele hoop, hoeven jullie je nu niet druk over te maken. Maar er staan een paar leuke dingetjes staan hierin. Dus company name, nou ik ben Jamie. Dus ik zet daar mijn naam in. Product heet Foreshooter. Nou, prima. Versie 1, want ik ben klaar. Misschien heb jij de Flimsy Fruity... shoot die hem genoemd of zo, weet ik veel wat. Dan kun je daar de titel kun je mooi aanpassen. Dus, en dan komt het er ook op je ook bij te staan. Nou, een cursor. Je kan een plaatje inladen met een icoontje. Dus stel voor je hebt een eigen logo gemaakt. Kun je die hier inladen vanuit Unity. Kan hem hier selecteren. Nou, we hebben hier heel... Nou, we hebben ons foreshoot logo. Dan wordt dit ons icoontje. Je ziet dat die doorzichtig is. En dan komt op de desktop dat icoontje te staan. Nou, dus hier icoontjes. Als we naar beneden scrollen, nou, dat worden onze logo's. Dan hebben we een resolutie. Fullscreen, prima, niks meer aan doen. Splash image. Nou, wat is een splash image? Als we op preview drukken, dan kunnen we hem hier links onder de game view zien. Made with Unity. Ploep, en dan gaan we de game in. Heel cool. We kunnen onze eigen toevoegen. We moeten Unity gebruiken omdat we de gratis versie van Unity gebruiken. Maar ik kan hier zeggen add. En ik
zou ik die er eens toevoegen. En als ik nu op preview druk, dan krijgen we onze Forshoot logo met Made with Unity. Dan kan ik ook nog zeggen, in plaats van tegelijkertijd, achter elkaar, dus krijgen we, kun je kiezen welke eerst komt. Eerst Made with Unity en daarna Forshooten, allebei 2 seconden. En dan druk ik op preview, Made with Unity, Forest Shooter. Bloop. En dan komen we in het menu. Dus op die manier kun je dingetjes toevoegen. Standaard is die achtergrond zwart. Maar daar kun je ook nog een achtergrondplaatje voor inlossen. Dus stel voor je wil zelf iets designen, kun je hem hier toevoegen. Dus zou ik eens even dit cirkeltje doen. Preview. Nu hebben we een heel blurry cirkeltje. Huppakee. Nou, dit kun je helemaal zelf instellen zoals je het wil. Other settings hoeven we niks meer te doen. Dan gaat alleen maar fout. Dus onder splash image kunnen we die intro schermpjes doen. En onder de icon kunnen we ons icoontje toevoegen plus de naampjes. Cool. Nou, ik ben hier wel met tevreden. Dus ik klik die weg. En dan is het een kwestie van beeld. In mijn Forshooter foldertje. Map selecteren. En dan gaat bouwen. Dus dit kun je even lekker laten lopen. De eerste keer kan dit wat langer duren. Des te vaker je de game bouwt, des te sneller dat het gaat. Want hij heeft al wat dingetjes weggezet. Dit kan een minuutje of 10 duren de eerste keer, een kwartiertje. Maar meestal duurt het een paar minuutjes. En dan zie je, hij gaat al vrij vlot. En als hij klaar is, dan komt er een foldertje naar boven. En dan staat daar je game in. En die game kun je in een zipje delen met iemand anders of spelen. Thuis op je computer, als je hem niet op je laptop wil doen. Of online zetten, dat mensen hem kunnen downloaden. Daar kun je van alles mee doen. Dus aangezien ik alles eerder gebeeld heb, hoeft hij er niet al te lang over na te denken. En het is natuurlijk, ik heb hem specifiek zonder het level gedaan. Dus dit gaat wat sneller. Nou, dan zou die zo klaar zijn. En als jullie geluk hebben, zien jullie nog net even hoe dat eruit ziet in de folder. Stop die halverwege met het balkje, komen er errors. Dan komt hier beneden weer te staan natuurlijk waarom dat die niet gelukt is. Lees even goed wat er staat. Misschien is het heel simpel als je bent een scène vergeten toe te voegen of de naam is niet goed of wat dan ook. Twijfel je, ga altijd even naar de docent. Dan kunnen we samen even kijken of we hem kunnen fixen. Nou, hij is klaar. En dan hebben we hem. De Flimsy Fruity Shooty. Ploep. En dat staat allemaal door elkaar, omdat ik hier ook al in gewerkt heb. Als je hem in een nieuwe folder doet, staat het mooi bij elkaar. En kun je het foldertje kun je gewoon zippen en aan iemand anders geven. Dus je ziet hier dit, dat is van de beeld. Dus eigenlijk laat ik even een nieuwe folder maken. Forest Shooter Game. Dan pakken we dit even allemaal. Dat is voor jullie wat makkelijker om te zien. Je gaat even in de Forshooter game. Klop. En dan staat hier staat je hele game. Dus nu als ik dit wil delen met iemand, doe ik dit aan een zipje toevoegen. En dan kan ik dat aan iemand geven. Dus hier zie je ook het icoontje. Dubbelklik. En als alles goed is, en we hebben geen foutjes gemaakt, krijgen we onze splash screens. Fantastisch, wat een mooie art. En dan komen we in het menu. Hem starten en dan komen we in het level terecht en we kunnen gewoon schieten. Dus. En als ik op quit druk, dan sluit ik gewoon af. En dat is hoe je de beeld maakt. Heb je al een keer een beeld gemaakt en zeg je: hey, ik wil hem, ik heb iets aangepast. Dus stel voor, ik pak mijn logo en dergelijke en ik wil hem toch aan de linkerkant hebben of in het midden. Uitzoomen, zo. Stel voor, ik wil hem links. Dan kan ik hier dit gewoon even saven. Ctrl-S. Beeld. En dan ga ik even naar de Forshooter map. Dan kies ik de Forshooter game. Map selecteren. En hij beeldt er gewoon overheen. Je hoeft de oude niet te verwijderen. Hij gaat gewoon opnieuw beelden. Dit gaat ook een stukje sneller. En dan is hij alweer klaar. Het duurde echt een paar seconden. En als ik nu klik, start hij op. En als het goed is in mijn menu, heel mooi aan de linkerkant. Here we go. En voor zover het bouwen van jullie Forshooter. En heel veel succes met de expo. Tot de volgende keer.